Jurgen Matthij, heb jij vaak wedstrijden met 16-0 gewonnen? Nee, ja, misschien in de F, maar dat is al zo lang geleden, dat kan ik me niet meer herinneren. Dus dat is altijd leuk. Welk gevoel heb jij overgehouden aan deze eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen? Ja, het is wennen, de eerste wedstrijd, maar ja, aan de uitslag kan je zien dat het wel goed zit. Goede selectie, dus goed seizoen tegemoet. Een selectie die in vergelijking met vorig seizoen redelijk gelijk is gebleven. Een paar wijzigingen, dan wel belangrijke mensen die zijn vertrokken met Woudenberg en Veldwijk, maar de kern is wel hetzelfde gebleven. Ja, natuurlijk wel twee basisspelers weg, maar we hebben ook weer nieuwe spelers erbij. Dus ja, ik denk niet dat je aan kwaliteit hebt ingeleverd. Natuurlijk, Veldwijk was belangrijk met alle goals, maar ja, ik denk dat we nu weer drie goede spitsen hebben. Dus dat zit wel goed. Met welke insteek ben jij zelf deze voorbereiding ingegaan? Je hebt vorig seizoen weinig gespeeld. Ik neem aan dat je dat dit seizoen wil veranderen. Hoe zit jij daar zelf in nu? Nee, ik ga het seizoen in met mijn één doel, en dat is gewoon basisspeler worden. Iedereen begint opnieuw. En daarom trainen en in de wedstrijden moet ik laten zien wat ik kan. En ja, ik ben er zelf van overtuigd dat het moet lukken. Dus ik heb maar één doel, en dat is basisspeler worden. Vorig seizoen zat je dit dicht aan, gaf Dijkhuizen ook steeds aan. Ja, dat moet jou ook sterken om in deze voorbereiding echt te laten zien dat jij daar hoort te staan, volgens mij. Ja, dicht tegenaan, daar heb je eigenlijk niks aan. Je zit alsnog op de bank. Tuurlijk, het geeft wel een goed gevoel. Maar ja, dat zegt ook wel dat ik makkelijk thuis hoor in de basis. En trainen was, ondanks dat ik niet speelde, toch positief. En dat is goed voor dit seizoen. Ja, het is natuurlijk in de fase van jouw carrière waarin je zit essentieel dat je ook gewoon wedstrijdminuten maakt. Heb jij daarom misschien ook nog wel geaarzeld om bij Excelsior te blijven? Ja, dat telde wel mee. Ik twijfelde wel om bij te tekenen, omdat ja, vorig jaar je wordt kampioen. Ja, wie weet gaat de trainer weer dezelfde elf opstellen. Ja, daar heb ik geen zin in. En ik wou wel duidelijkheid over een nieuwe kans. En dat hebben ze, dat geven ze. Dus dat was wel belangrijk voor mij om bij te tekenen. En daarom, zoals ik al zei, iedereen begint op nul. En daarom moet ik het maar bewijzen. Heb je enig idee hoe jullie niveau straks gaat liggen ten opzichte van die andere eredivisieploegen? Is dat in te schatten op dit moment? Nou, ik denk het niet. Ik weet natuurlijk niet de selectie van de andere teams. Ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken, goede voorbereiding draaien. En gewoon met vol zelfvertrouwen moet je gewoon de competitie ingaan. Op naar een basisplaats? Ja, op naar een basisplaats.